Just you listen to me, young man. Do what you have to do, but if you I were bet. You, I'd... And if I were you, I'd stop sticking my nose into stuff that's got nothing to do with you. Perhaps if I could say something. Your opinion wasn't exactly what we were dying to hear, Jeffrey. Oh, well, isn't that a happy coincidence? It was Mom I wanted to talk to anyway. Is that a fact? Well, you can stop talking to me, right? Okay, Mom, I'm on my way. That door doesn't open until breakfast is finished. Leaving by the window, perhaps. You want to know what I think? Not really. I'll get it. Tilly, I think we've heard enough. You've made your point. Who the hell left this rake here? I did. Who the hell climbed out of the bloody window? I did. Who's standing in my way when you can damn well see I'm in a hurry? I am. The new turtle over the borders. I did. Who's gonna help push? I am. And who's the clever bastard who forgot to turn the key? I am. Sorry. I am Simon. Simon Rosnick. Simon Rosnick. That's me. But why? Why? Rosnick was my father's name. And I was called Simon after an uncle. Why? I think it was my mother's idea. Her favorite uncle was called Simon. Why? Why he was called Simon? You're asking a hell of a lot of questions. And there again. Oh, sorry. Who are you? Who are you? What's happened here? I had to puke. I choked on something. I don't know. You can come with me. We can clean up upstairs. Charles, I miss you. Brush and big brush. Brush and big brush. Brush and big brush. Brush and big brush. Het is weer zo laat, we zijn weer thuis, vast als een huis staat, waar het op staat. We zijn weer thuis, om ons naar buiten te gaan. En het past in elke straat, geen steen te laten staan. We zijn weer thuis, en waar het op slaat, we weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raak, het is weer feest, of we nooit zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Binnenhuisarchitectuur. Ontwerp en advies, ook voor alle designmeubelen en moderne verlichting. Met Van der Hoed. Moet u horen? Er zit nog steeds een raar piepje in mijn binnentrap. Dat kunnen wij zo niet horen, meneer. Ja, neem dat dan maar van mij aan. En bovendien wil ik nu eindelijk wel eens weten wanneer mijn buitentrap wordt geïnstalleerd. Dat is echt geen doen zo, ik moet iedere keer... Momentje, ga ik even voor u op zoek naar de desbetreffende persoon die daarover gaat, ja?
bent u daar nog? Nee, ik heb opgehangen en weggegaan. En u? Ik niet, ik ben er nog. Oh ja? Ik hang altijd meteen op als ik iemand aan de telefoon krijg. Waarom belt u dan op? Omdat ik wil weten wanneer ik eindelijk mijn buitentrappers krijg. Momentje. Alles moet voor elkaar zijn als mama weer terugkomt uit Engeland. Look at this. Leo. Wat? Dit zou wel eens het bankje kunnen zijn waar die beroemde professor Lewis van jou graag zat. Om zijn vermaarde revaluation van de literaire traditie te bepeinzen. Don't you think so? Mm-hmm. Oh, what a beautiful morning. Hoe lang zitten we hier nu al, hè? Jij wou weer eens verder? Hier in Cambridge, bedoel ik. Wou jij niet naar die botanische tuin? Ja, maar die loopt heus niet weg, hoor. En hier is het ook mooi. Kijk eens. Koffie? Hoe kom je daar nou? Meegenomen uit Holland. Denk jij dat die nog warm is na een maand? Nou, die koffie komt uit Holland, maar ik heb ze hier op mijn kamer wel vers gezet vanmorgen. Ik voel me hier al zo thuis. Maar straks maar wel eens een lange brief schrijven naar Thijzenman. Dat opbellen vanuit hier is niks gedaan. Die Britse telefoondienst is helemaal in de war. Ik krijg al maar Amerikanen aan de lijn. Draai jij wel het goede landennummer? Ja hoor, want ik heb al een paar keer met Amerika gebeld om te weten hoe Goofje en zijn Marjolein het maken. En dat gaat goed. Heel goed. Ze schenen er daar in Hollywood de reuzen naar hun zin te hebben. Marjolein? Oké, ga dan. Fuck off. Go. Ik heb het gevoel dat ik je hier alleen maar in de weg zit. Ik hou heel veel van je, maar ik heb ook mijn trots. Je kan hier geen poot aan de grond krijgen, that's all. Alles wat ik in Nederland had opgebouwd, heb ik laten waaien om bij jou te kunnen zijn. En jij... Accept me for what I am. Oom Gerard en ik hadden juist een bedrijf voor productontwikkeling van de grond gekregen. Een mooi logo laten ontwerpen. Nieuwbouwplannen. Je is geen anders dolblij dat ik je uit je Hollandse misère kwam verlossen. Ga je me nou vertellen dat je me hier naartoe hebt meegesleept uit medelijden of uit schuldgevoel? Govert. Omdat je me daarvoor gewoon maar had laten barsten? Waarom denk je dat ik daar alles en iedereen in de steek heb gelaten? Don't you realize? I love you. Om luistergeld deze boek gescoord. Mooi is dat. Ja, te gek wel, hè? Ja. Vorige keer en daarvoor had ik ook al onze kaartjes gekocht. Dus dacht ik dat ik dat wel weer zou doen. Ja, ik ben hier. Ik heb alleen nog een strippenkaart en nou, postzegel. Wat doen we nou? Ach joh, in Amsterdam zien we wel weer. Ja, als de conducteur komt. Die komt ook heel vaak niet. Goedemorgen, praatwijs. Ja, hoe zit u nou stom te lachen? Ik vind het eigenlijk ook wel komisch. Zou je ons niet kunnen helpen of zo? Doe niet zo idioot. Graag. Maar dan niet met geld of iets van die aard. Heb ik toevallig ook even niet. Maar geen nood. Let op. Momentje, dames. Aan uw verblijf gefloten. Momentje.
Op wie wacht u? Op iemand die die verdomde buitentrap komt installeren. Met wie spreek ik? U spreekt met Thijs van der Hoed. Ik ben al half invalide door van zo'n kutladder af te lazeren. En dus nu ook half gevangen. Want die Amerikanen hebben de rest van ons huis niet gehuurd met mij erbij om door hun huiskamer te banjeren. Dus moet ik iedere keer maar wachten tot ze weg zijn. Of in de keuken om stiekem het huis uit te kunnen sluipen. Met Van Vloten zelf spreekt u. Wat wilt u eigenlijk precies? Ik wil mijn buitentrap! Aha. Meneer, ik wil een wijze van spreken vandaag nog bijkomen installeren. Oké, afgesproken. Ik wacht. Maar ik heb dat malle ding nog steeds niet aangeleverd gekregen. Mijn binnenhuisarchitect van Vlijmen. Die zou daarvoor zorgen. Die verwees mij naar u! Is dat zo? Zeg, sta ik te liegen of zo, als we zo gaan beginnen? Ik kan niet zo beginnen, ik heb geen trap. Maar ik ga er wel even voor achteraan. Komt allemaal dik voor elkaar, ja? You better believe it. We've been here for a month, as I already told you. But what the hell? You came to see a Simon, right? Well, you got yourself one. Not just any old Simon. Ah, but I'm not any old Simon. A special Simon. I'm a very special Simon. Simon is my friend. Can't you understand? I came for another Simon. Of course I understand. He's your friend, another Simon. Who do you think you are? I'm your other Simon. But, I mean... In fact, I'm quite sure I'm the one that you're looking for. I'm not sure this is the right thing to do. Oh, neither am I, but I think we should find out. Even aan het ochtendgymnastieken. Met zijn zoveelste vriendin. En de rest van de familie is inmiddels weer op pad. Wat lul jij nou? Jij kan toch makkelijk buitenom? Ook liever lui dan moe. Let me go. Get out of my way. Look, if you're not in for a blowjob, you should have opened your mouth. What? I mean, opened your mouth to say so. Toch wel raar lopen als er niet eentje bij is die wel in mijn roman is geïnteresseerd. Als we nou morgen... Nou? Ik zeur. Morgen moet je weer college geven. Maar vandaag... Is mijn vrije dag, maar... Maar misschien niet zo verstandig om gewoon weer bij zo'n uitgeverij langs te gaan. Lieve Nel. Ik weet het, jij moet je allereerst om je studentjes bekommeren. Ja, en... En we hebben nog 2 maanden de tijd. En het is al zo lief van je dat ik met je mee mocht. Maar ook wel praktisch, hè? Zo'n vrouwtje voor je natje en je droogje en je wasje. Ik weet niet hoe je dat thuis deed, maar hier, zo in de vreemde. En je hebt je handen vol aan je werk. Nou... Hou er nou maar over op. Ik vermaak me hier wel. Ga even een kijkje nemen bij de sterrenwacht. En dan naar het Fitzwilliam Museum. County Folk ben ik al geweest. Whipple moet ik nog. Weet je wat? Nee. Ik heb een eethuisje ontdekt. Bij die beroemde Bridge of... Help me. De Bridge of Sighs. Ja, heel goed. Daar heb je dus St. John's King College Chapel, weet je wel? Dat in perpendiculaire stijl gebouwde geval. Daar is het dus vlak naast. Ik ben even kwijt hoe het heet. Zo om een uur of 7? Leuk! Fijn! I beg your pardon. Any objection if I sit here? None at all. Who's she? Her? Ah, yes. She's my mother. Really? Then she started young. What I mean is... She is crazy about England. Really? I hate it.
That poem, the one by Gerard Reeve that you dealt with yesterday, I like that, Mr. Bussenberg. Despite everything? It really grabbed me, if I could put it like that, Mr. Bussenberg. You can put it any way you like, young man. By the way, my name is Leo. Whatever you want, Leo. I'm Jamie. Je kon alleen maar niet hebben dat een beroemde filmregisseur mij van je afgepikt zou hebben. Zo beroemd is hij ondertussen niet meer na zijn flop, Going Wild. Wat een kutfilm. Wordt nog wel een cultfilm. Maar daar kon hij niks aan doen. Hij had zijn zinnen op mij gezet, maar die financiers die vonden mij te Europees. Maar voor zijn volgende film heeft hij overal belangstelling voor mij weten te wekken. Op al die stomme cocktailparties en die wilde nachtfeesten. Dat stelt helemaal niks voor. Dat is gewoon, dat hoort bij het vak. Dat ik hier alleen, weet ik veel, sinds ik hier ben alleen zit. Ik weet niet hoe lang geleden voor het laatst gevreden hebben. Dat hoort ook bij het vak. Oh, meneer wordt niet door mij op zijn wenken bediend. En dat doet jou weer verlangen naar zo'n willige Hollandse vriendin. Bent u jaar wel, bijvoorbeeld? Oeh, weet je dat? Dat zit zo. Oom Gerard en ik. Zij is de stewardess, air hostess. Ze vliegt van hot naar her. En strijkt zo nu en dan hot en hier neer. Ze zit nu in Reykjavik. Oh, Marjolein, ja. Maak nou niet alles stuk. Wilt u nu uw wc-bezoek afbreken? Komt u maar tevoorschijn. Ik heb er een punt aan gedraaid met uw welnemen. Zijn we er nu eindelijk? Mag ik uw plaatsbewijs? Plaatsbewijs? Alsjeblieft. En hou maar. Bedankt. Snap je het nou een keertje, Roeland? We mogen alleen beneden spelen als die Amerikanen de deur uit zijn en dus helemaal niet op hun slaapkamer spelen. Die Yanks die houden niet van katten. En die hebben het nu eenmaal hier voor het zeggen. Die Amerikanen dus. Die betalen daarvoor en daar betalen wij onze verbouwing dan weer van. En volgende week hebben we onze eigen opgang en afgang. Hè? Hoef je niet meer zo te springen. Met je luie reet, hè? Zullen we nu even stiekem wat te vreten pikken uit een ijskast? Ja. Ja. Even kijken, hoor. Huh? Hamburger. Oh, kijk eens. Steaks. Vier stuks. Voor iedereen natuurlijk. Weet je wat? Ik snij van allemaal een stukje af, hè? Nou echt, kom. Weet? Wat moet jij dat doen? Wij, Simon. Oh, ik heb aan mijn naad gewerkt. Afgepeigerd ben ik. Helemaal uitgeperst. Jij hebt goed volgehouden. Jij ook. Want als ik af en toe verslapte, er helemaal uit was en het wou opgeven. Dan ging ik er bovenop, zat je er zo weer in. Dat gaf mij ook zo'n heerlijk voldaan gevoel dat je weer zo lekker bezig was. Dat voelde ik. En daarom liep ik op een gegeven moment ook helemaal gaan. En toen vloog het eruit. Ik kan het!
Floris Drempel, de literaire sensatie van het jaar. Verbluffend romandebuut, regelrechte ontdekking. De grote verrotting, razend knap en schokkend relaas, dat zonder meer verdient een groot verkoopsucces te worden! Wow! Dat mag ook ik zonder meer hopen. Anders ben ik niet alleen mijn kritiek kwijt, maar ook al mijn geld dat ik in haar uitgeverijtje mocht pompen. This is my body! I'd love to be there. Love, but not if you are ashamed. Then that's too much. I'll never see you naked under trousers, sweater. Oh, elevated knight and worship beast. My dearest, sweetest brother. Beautiful. Absolutely beautiful. Gerard Reeve. What does he mean by elevated knight and worship beast? Well, Hemeltje lief! I hate to interrupt, but while I was in the observatory, I suddenly missed my bag. Oh, here it is. Good afternoon, everyone. And a very good afternoon to you, officer. Excuse me, but if I might be so bold, did the boy ask you to do what you just did? Yes, in a sense, he did, yes. Me? I did, God, honestly. Well, you do now. That's only the way it begins, of course, but... How old are you, laddie? Me? 18? Almost. Just as I thought, you two had better come down to the station. What for? For what? I was only trying to demonstrate an important Dutch poem. Officer, he's Leo Bassenberg. He's a writer in residence. He's here on behalf of the Dutch government. I don't care if he's here on behalf of all the queens of Holland. Did you see what happened? Yes, but he's part of an exchange program to advance understanding and confrontation between the English and Dutch cultures. Madam, that was an advanced confrontation if ever I saw one. Perhaps I could confront you with a little English law. We're leaving now. Babette, waar ga je nou naartoe? Simon. Doe nou niet zo overstuurd. Wie zegt nou dat hij bij Hetty Hartsuiker is? Dat werd toch ook niet opgenomen? Jij bent toch samen met Simon een maand geleden hier weggegaan? Gaat me natuurlijk geen reet aan, maar... We waren op een medisch specialistencongres. Oh ja, je bent verpleegster geweest. Daar wou ik wat over schrijven. Voor Vrij Nederland of zo. Maar toen was er een party daarna en daar kwam ik Huub Stapel tegen. Huub Stapel? Die zat met een hele filmploeg in datzelfde hotel in Basel. Basel, in Zwitserland. Dan is Simon misschien zijn zoon Danny opzoeken. Zoon? Ja, geen echte hoor. Eigenlijk bleek later, want kijk, die Elseline... Shut up. You lost my strip card in the coffee shop. Shut up! What are you doing in a coffee shop? I was drinking coffee. What do you think I was doing in a coffee shop? I owe me 10 guilders. I'm not taking it. Stop. You just buying 10 guilders. Shut up. Stop eating it, you dumb. Look, what? Who's kitchen?